Fanny Druijf, net de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gehad. 3-1 gewonnen van Eendracht Aalst. En het allereerste doelpunt van AZ op jouw naam. Ja, dat is wel een lekker gevoel, zeker weten. En dan ook nog oefenwedstrijd winnen met 3-1, dat geeft wel een goed gevoel. Ja. Ik wist wel dat je de nodige doelpunten kan maken, maar ook vrije trappen specialist? Ja, ik had er ook al eentje toen, dat is een half jaar terug, toen met Jong AZ heb ik er ook één gemaakt. Dat was tegen Den Bosch. En hier ook. Ik kijk eigenlijk een beetje om me heen en ik dacht van nou, iemand anders zal hem wel nemen eigenlijk. En toen zei Jeremy Helmer zei tegen mij van, Fan, neem jij hem? Ik zeg, ik? En toen dacht ik er niet over na, dan neem ik hem natuurlijk, ja. Ik denk dat je nu behoorlijk bent gestegen in de pickorder wat betreft vrije trappen. Ja, misschien nu wel. Dus het zou leuk zijn als er ook vervolg komt. Ja. Ben je verder tevreden over je spel? Nee, niet echt. Ik kan nog bepaalde dingen veel beter doen. En ik weet zelf wat ik zelf beter moet doen. En dat weet de trainer ook. En dan gaan we hard aan de slag. Ja. Je hebt nu een half jaar achter de rug bij NEC. Mooie periode. 29 doelpunten in totaal. Ook dus met Jong AZ erbij. Topscorer van de keukenkampioen-divisie. Maar wat voor een Fanny Druijf staat hier nu? Ik denk wel een volwassener iemand. Vergelijk dan? Nou, ook in het spel zelf. Eerst was ik nog dat ik echt op elke bal liep. Ballen die niet kon. En nu denk je er wel meer over na. Om meer je inhoud te bewaren voor in de 16. Mm-hmm. En ik heb met oudere jongens getraind en meegespeeld nu. Dus daar leer je ook heel veel van. Dus nu bij AZ1, ja. Nu de voorbereiding, concurrentiestrijd met Myron Boadu. Hoe kijk je daarna? Ja, allebei goed. Concurrentie is natuurlijk goed. Myron is een goede spits. En ik kijk ernaar uit om die strijd aan te gaan. En het is al begonnen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het nu een heel ander gevoel is dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Want toen streek je natuurlijk ook al voor de spits. Maar ik kan me voorstellen dat je nu het gevoel hebt, nu doe ik echt mee voor die spitspositie. Ja, zeker weten. Ze hebben gezegd dat ik echt een kans krijg. En die moet ik met beide handen aan gaan pakken. Dus dat is wel een lekker gevoel, ja. In ieder geval, je eerste doelpunt zit erin. Ja, dat is in ieder geval één ding.